Hoi, deze sjaal ga ik vandaag maken. Het is een vrij makkelijk patroon op de breiring. Dus ik denk dat iedereen hem wel kan maken. Ik heb hem gemaakt met de Rachel wol van de Zeeman. En die is geschikt voor naald 7 en 8. Wasbaar op 30 graden. En het is een bolletje van 100 gram. Ik vind het echt een super mooie kleur. Het is heel licht. En ik heb maar één bolletje nodig voor een sjaal. En ze hebben ook volgens mij nog in meerdere kleuren. Maar je moet er wel, denk ik, snel bij zijn als je die zou willen. Ik heb hier nog een andere. Een beetje een mintgroenige kleur is dat. En hier nog eentje met zwart-wit. Ze hadden hem ook nog met rood-wit. Of rood-zwart, volgens mij. Ik vind het in ieder geval echt super fijn garen. En je maakt hem op de grootste breiring met 41 pinnen. Je hebt een haaknaald nodig. Ik heb 6 mm gebruikt. Deze is gewoon van de Action. Daar kun je van die setjes kopen met volgens mij iets van 6 naalden dat erin zitten. Je kunt ook een, als je geen haaknaald hebt, eentje bij de Vibra heb ik ze ook gezien. Voor 59 cent volgens mij. Dan heb je nog een paar steekmarkeertjes nodig. Ja, dan kunnen we beginnen. We beginnen met het opzetten van de steken. Ja, de 4 pinnen ga ik opzetten. Ik zal de draad 2 keer om. Meteen overhalen. 2 keer omslaan de volgende. Dan sla je 8 pinnen over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let trouwens niet op die streepjes hier op mijn breiring, want dat is nog van mijn vorige project. Dus 8 pinnen overslaan en dan de 9e pin ga je weer opzetten. 1 en 2. Dan ga je dus weer 4 pinnen zo opzetten. 1, 2. Dan hebben we 4. Dan slaan we er weer 8 over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En op de 9e. Dan ga je weer 4 steken opzetten. Je mag het overslaan. 9e. Oeps. En de laatste. Zo, dan heb je de steken opgezet. Dat je werkt er ring er zo uit. Dan gaan we beginnen met de eerste toer. Je hebt nu dus 1 pin over en die ga je ook niet breien. Want we gaan heen en weer breien op deze ring. Dus niet doorbreien, net zoals bij een muts. Maar we gaan heen en weer breien dat je een lapje krijgt. En de eerste en de laatste pin, dat worden bij mij kantsteken. Dus dat betekent dat we die aan het begin van een toer niet gaan breien. Dus hier zit je draad nu vast. En ik ga meteen naar de volgende pin om een rechte steek te maken. Je mag iedere rechte steek maken die je zelf wil, wat je mooi vindt.
Dat waren er dus drie. Dan gaan we deze weer overslaan. En hier de pin waar een lus op zit, die ga je weer breien. Overslaan. Eén, twee, drie, en weer. Die weer overslaan. En dan heb je je laatste setje nog. Dan kom je dus bij de eerste pin aan en dat was die kansteker wat ik net zei. Daarvoor haal ik de draad achterlangs, sla hem om en dan breien je hem. Dan ga je nog naar de volgende rij of toer. Een rij is het, want het is geen ronde, dus een rij. Komt je draad hier aan de voorkant uit en dan begin je weer op deze pin. Nu ga je weer breien. Dan heb je er drie. Sla je er weer het hele setje over. Hier weer uit. En die breien. Sla je weer een setje over. En zo maak je deze ronde af. Dan kom ik daar even terug bij die kansteek. Dan kom ik weer bij die laatste pin aan. Dan maak je dus weer die kansteek. Dan ga je niet voor door, maar je gaat achter de pin door. En dan breien je deze. Nou, deze rij is klaar. De volgende rij gaat weer op dezelfde manier. Je begint weer op de volgende pin. Bovenkant. En zo herhaal je dit eigenlijk. Alle pinnen met een lus die breien. Setjes sla je iedere keer over. Tot je weer bij een pin komt met een lus erop. En die breien je weer. Een heel simpel patroontje. Werkt lekker snel. Dus maak je rij af en dan laat ik daar nog één keer die kansteek zien en dan kunnen jullie wel vooruit, denk ik. En de laatste gaan we weer achterdoor en je breidt deze. Dan kan je de opzetlus wel van de zijpin af. Nou, dan ga je weer terug. Dus ik ga even een stukje breien en dan kom ik dadelijk weer laten zien hoe ver dat hij al is. Dan heb je hier nu dat stuk waar geen steken zitten. Maar we moeten wel die afstand gaan overbruggen tot aan deze steek. En daarvoor ga je 20 losse haken. Oh, hier is mijn draadje. En een losse haakje door één keer om te slaan en de naald door de lus op je naald te halen. 2, 3, 4, 5, totdat je er 20 hebt. Ik heb er 20 gedaan. Je moet natuurlijk wel even kijken als je een andere draad gebruikt of je dan meer of minder van die losse nodig hebt. Maar je moet in ieder geval lang genoeg zijn, zodat hij de afstand mooi kan overbruggen. Dan pak je de volgende lus weer van de pin af. Draai je de draad om en dan haal je hem weer door twee lusjes op je naald.
de volgende. Omslaan. En weer doorhalen. Laatste. Zo, dan krijg je weer die losse ketting van 20 en de rest haak je op dezelfde of kant je op dezelfde manier af. Dan kom ik bij de laatste pin aan. Eén keer omslaan en doorhalen. Even aantrekken, dat hij een beetje strak zit. En dan de draad nog niet af gaan knippen, want die hebben we daar nog nodig om de vlecht vast te gaan zetten. Ik haal wel mijn naald er even uit. Ik zet hier even een steekmarkeerder in. Of ik leg er even een knoopje in, want ik kon ze even niet vinden. Zodat de steek niet weg kan schieten. Nou, is de afkant klaar. En dan gaan we beginnen met de vlecht. Dan gaan we nu de vlecht maken. Ik heb hem hier al, eentje heb ik al gemaakt. En deze ga ik even laten zien. Je legt hem neer met de mooie kant naar boven. Dus kijk even of je deze kant boven wil hebben. Of dit als jouw bovenkant. En dan ga ik met strengetjes van 4 ga ik die vlecht maken. Dus ik pak de eerste 4 strengetjes. Dan steek ik mijn vinger van boven naar beneden er doorheen. En dan draai ik hem 1 keer om mijn vinger. Ik zal hem even via de zijkant doen. Misschien is dat duidelijker. 2, 3, 4 strengetjes. Steek je vinger in. En je draait hem rechtsom of linksom. Laat wat je zelf fijn vindt. Maar doe het wel bij iedere vlecht hetzelfde. Dan pak je de volgende 4 strengetjes. Die leg je daarvoor. En dan haal je de achterste 4 over de voorste 4. Dan pak je de volgende 4 strengen. Leg je er weer voorop. En dan weer de achterste over de voorste schuiven. De volgende 4. Leg je er voorop. De achterste over de voorste. Nou, zo ga je door. Het is heel simpel, het is gewoon een soort vingerhaken. Altijd even goed controleren of je geen draadje overslaat. Of er geen verstopt zit ergens in een hoekje. Dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. En het is de kunst om even goed uit te komen als je natuurlijk boven bent. Dat je dan ook weer precies 4 draadjes overhoudt. En ik heb die ketting van lossen. Van 20 lossen heb ik gewoon geteld als 2 draadjes. En toen kwam ik precies goed uit met mijn vlecht. Maar anders zou je bijvoorbeeld een keer even 5 draadjes kunnen nemen of 3 draadjes. Of net hoe dat je uitkomt en ja, wat je mooi vindt. Dus zal niemand zien dat je een keer een draadje meer of minder hebt gebruikt. Nou, zo ga je door tot helemaal boven. En als je dan boven bent, is het slim om die laatste lus, om die even vast te zetten met een schuifspeldje. Dan kan die nergens naartoe gaan voordat je klaar bent. Tot zo. Zo, mijn vlechten zijn gemaakt. Ik pak mijn haaknaald er weer bij. En dan ga je naar die lus die je straks niet hebt afgeknipt, waar je werkdraad nog aan vast zit. Daar steek je haaknaald doorheen. Bij mij zit hij dus aan de linkerkant van de sjaal nu. Dan maak je 1 losse. Zo. En dan draai je de sjaal om. Dan gaan we nu haken in die bovenste steken. En daar zitten van die veetjes. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Hier een veetje. 3 veetjes zitten er. En dan steken we hem door de eerste heen. Het voorste en dat achterste lusje. Zodat je 2 lusjes van de bovenkant op je naald hebt zitten. Sla je de draad om.
haal je hem door die steek heen. Sla je nog een keer om. En haal je hem door twee lussen op je naald. Dan heb je één vaste gemaakt. Ga je naar de volgende. Steek je hem door. Haal je de draad op. Twee lussen op je naald. Omslaan. En door twee lussen. Tot de derde. Nou, die is een beetje lastiger, maar hij zit. Draadje doorhalen, omslaan en nog een vaste maken. Dan heb je de bovenkant mooi afgewerkt. Dan ga je die luster bij pakken waar je dat markeerdertje in hebt gezet. En daar gaan we vier vaste in maken. Dus je steekt hem door die lus, je haalt daar een draadje op, omslaan. Dat is 1, 2, 3 en 4. Dan zit hij ook mooi vast. Dan ga je naar het volgende setje waar die 4 steken zitten. Steek je hem weer door de eerste. Maak je ook weer vaste. En de tweede. Derde. En de vierde. Dan kom je weer bij die vlecht aan. Dan kom je weer bij die lus aan van de vlecht. Zet je hem weer van voor naar achter door. En dan maak je weer 4 vaste. En zo maak je deze rand af. Dus 4 vaste op de 4 steken. En dan weer 4 vaste in die losse lus. Helemaal tot het einde. Zie ik je daar weer. Ook die laatste steek niet vergeten dat je een mooi recht hoekje krijgt. Dan kun je de draad afknippen. Dan haal je nog één keer door de lus heen, trek je de draad aan en dan zit hij vast en dan kun je dit eindje wegnaaien hier in de sjaal met de naald en draad, gewoon door een paar steekjes heen. En is hij klaar en dan kun je hem gaan versieren. Misschien dat ik van de versiering nog een video deel 2 ga maken, maar ik hoop dat jullie aan de slag kunnen met dit patroon. En je zou er ook een leuke deken van kunnen maken of een mooie kussensloop. Ik heb nog wat wol liggen, dus ik ga ook aan de gang, want ik heb nog allemaal leuke ideeën in mijn hoofd. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende tutorial.